Hallo dames en heren en super... Nee, ik loop niet. That's the matter. It's a beautiful day, the sun is shining. Ik heb ook geen idee. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik welkom jullie allemaal weer op mijn YouTube kanaal. Ik zit in de auto en nu niet meer. Ik ben hier samen met een prachtige peer. Ja, met een toffe peer. Goedemorgen dames en heren. Hopelijk hebben jullie allemaal fantastisch geslapen. Of als het goede middag is, ik hoop dat jullie een goede ochtend hebben gehad. Of als het avond is, hoop ik dat jullie een fijne dag hebben gehad. En de dag goed kunnen afsluiten met mijn vlog. Ik heb een beetje last van mijn keel, dus misschien dat je dat zou horen in de vlog. Maar dat moet verder niet uitmaken, want vandaag wordt weer een prima dagje. We zijn dus nog steeds druk bezig. Zowel achter de schermen als af en toe voor de schermen. In de zin van, dan kan ik weer wat laten zien aan jullie bezig met de nieuwe woning. Nou, vandaag kunnen we weer wat dingetjes aan jullie laten zien en jullie meenemen. En ik ben heel erg benieuwd of onze kijk op de badkamer een beetje veranderd is. We hadden namelijk een keer een keuken samengesteld en toen gingen we een paar maanden later erheen en toen dachten we, hebben we dit uitgekozen en toen hebben we nog een paar dingen aangepast. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar nu zijn we dus bij het tegeldepot van Sheet en van Ilko en gaan we even checken of we nog steeds op één lijn zitten met de smaak die we een paar maanden geleden hadden voor de badkamer. En dan gaan we de puntjes op de i zetten en dan zetten we er een krabbeltje onder en dan wordt het gefixt. Hey maatje! Maatje! Hey maatje! Geef eens een knuffel! Hey! Hoe is het maatje? Ren, krijg je een kus op mijn wang? Ja. Je hebt je altijd niet gezien, hè? Ik heb het niet gezien, maar ben je bruin? Nee. Ben je in het buitenland geweest? Ben je op vakantie geweest? Ja. Echt, was leuk. Ja. Ja? Waar ben je heen geweest? Astro. Waar? Astro. Astro? School. School. Ben je naar school? Je bent naar school geweest, hè? Oh, je hebt op vakantie naar school. Was het leuk op school? Zeker. Ja? Mooi zo. Drie glijbanen op vakantie. Boah, heb je drie glijbanen gedaan op vakantie? Ik ga alleen op vakantie. Gaan we alleen bijna heen. Oh, ga je ergens naar een glijbaan heen? Ja. Gaaf. Dat is leuk. Nou, ik ga je ouders ook even gedag zeggen. Wat is er, maatje? Wat heb je? Wat is dat? Is dat een gevangenis? Jeetje, en wie moet er in de gevangenis dan? Lopen hier boefjes rond? Ja, dat. Oh, ben ik een politieagent? Ja. Echt? Dat past hem. Oké, dames en heren, Shahid die zei van ja, je moet even één ding uittesten. Je moet even van die dopjes opdoen en dan moet je even naar zo'n, hoe heet dat, sunshower? Ja. We gaan even naar de sunshower. Ik zie echt bijna geen shit, er zit ook zoveel stof op deze brillen. Ja, moet je werk in hebben, man. Dit is een dummy. Oh, dit is een dummy test. Dat is wel leuk. Maar ik zie ook serieus echt bijna niks gewoon. Nee, ik kom helemaal in je hand. Dat kan als een stok. Kom maar, joh. We gaan naar boven. Dit is zo droog, ik zie echt heel wazig. Ja? Ja. We hebben een tester voor de zonnebank. Oh god. Oh, het is wel goed voor mijn ogen, want ik ben er geen daglicht naar binnen. Druk maar even. Oh, hier, Will. Ah, dit is de testruimte. Nee, hier komt de zon. Mooi, joh, je voelt die hitte meteen. Ja. Kom, kom, leg je mijn tegel op. Ook met die rekken strekken heeft helemaal niks mee te maken. Oh, maar dit is wel fijn hoor. Ja, serieus, ja. Lekker hoor. Maar word je echt bruin van, ja? Ja, nou, wel de kleur vast. Kijk, dit is infrarood voor je spieren. Oh ja. Maar die zit hier ook. Dit is een deur en dit is een enkele. Oh, daar zit ook die infrarood ja, in. Dit is 2-1. Dit is alleen infrarood voor de sporters, zeg maar. Dus als jullie fitness hebben, dan is het lekker voor je spieren. Ja. Meteen heet, hè. Ja, hier zie je het. Ja. Natuurlijk aanmaak vitamine D. Positieve invloed dag-nachtritme. Gezonde... Tijnt. Wat is dat? Gezonde tint. Tijnt. Gezonde tijnt. Weet je niet wat tijnt is? Tint misschien? Is dit serieus een spelfout? Nee, geloof ik niet. Gezonde tint. Ja, ik ben zo iemand die dan op Google tijnt betekenis. Gezichtsherkenning doe. Hey, maar dit is nu helemaal die nieuwe showroom, hè, daar. Ja, ja. Daar moeten we even heen, hoor. Ja. Dat vind ik wel echt leuk. Maar tijnt betekenis. Wow, tint en tijnt is gewoon hetzelfde. Ja?
Ja, dus als je zegt van je hebt een mooie tint, dan is dat hetzelfde als je hebt een mooie tint. Dus dat is gewoon niet. Heb je het over iemands gelaatskleur, dan zijn tint en tint beide correct. Wow. De keuze ertussen hangt in de praktijk vooral af van de doelgroep waarop een schrijver zich richt. In kranten wordt vrijwel alleen tint gebruikt en in chique modebladen tref je ook geregeld tint aan. Nou, dus ik ga nooit meer tegen ons met tintverschil of een tintverschil. Ja. Ik zeg zo vaak tint. Ja, deze tint past mooi bij deze tint. Ja, dan moet je nu tint zeggen. Tint is eigenlijk een chic woord voor tint. Al die klanten van, ja, ik ben sowieso niet chic, maar ja, dus net zo... past dat niet bij mij. Dus ja, dat is blijkbaar wat het is. Nice. Ja, fijn dat ik Chilit wat kan uitleggen over zijn show. Dat is gewoon ABN, hè, zeg maar. Dat is niet... Maar ik geloof wel, nu ik hier zo even sta, dat als je 's ochtends met die invloed dag- en nachtritme, als je 's ochtends vroeg wakker wordt en je gaat hier staan, dat je wel echt lekker wakker wordt. Echt, ik heb hem bijna elke ochtend aan. Ja. Dat is geen verkooptrucje, maar ik heb hem wel. Ja, dat is wel echt top. Maar hier is de nieuwe showroom, dat hebben wij nog niet gezien, dat je helemaal daarheen loopt. Ja, laten we staan. Dit is zeg maar heide. Ja. Ja, dit blijf ik nog zo echt ideaal vinden. Gewoon omdat het nooit werkt. Gewoon, dat is echt top. Zo. Wij hadden één in Curaçao, die werkte gewoon niet. We moesten gewoon s'nachts slapen met dat ding. Je hebt geen... Ik druk het net op. Je moet iets meer harder duwen, denk ik, of zo. Je moet juist niet zo hard. Ik duw het te hard. Ja, nu doe je nog steeds te hard. Ja. Een kleine tikje. Oh, je moet veel zachter drukken. Ja, ik ben te hardhandig soms. Maar dit is wel echt... Dat is serieus zo. Nou, nice. Goed, we gaan even een nieuwe showroom gedeelte even bekijken van Tegeldepot. Dit hadden jullie vorige niet gezien. Nee, dit hebben we nog nooit gezien. Nee. Ja, dit zijn dus allemaal nieuwe badkamers ingericht door Tegeldepot met de producten die zij leveren. Ja, het zijn zoveel verschillende stijlen. Hier moet ik meteen een beetje denken aan Milan. Die heeft het ook een beetje donker en zo. Normaal gesproken vind ik een vierkante spiegel niet mooi, maar dit vind ik wel echt super nice. Je ziet niet goed dat het een spiegel is, omdat... Kijk, nu al. Maar dit is wel echt nice. Zullen we hier een rondje doen en dan beide onze favoriete showroom uitkiezen en dan straks daar naartoe lopen en kijken of we hetzelfde... Ja, en dan uitleggen waarom jij voor jou een kiest en ik voor de mijne. Ja, dat is goed. Niks zeggen. Niet kijken. Wow, dit is gewoon de toilet van Milan. Precies, deze heb je geleverd bij hem, of niet? Ja, klopt. Ja, gewoon een zwarte toilet. Ja, deze niet, maar wel. Ja, gewoon een zwarte toilet. Oeh, ik zie iets wat ik mooi vind hier. Oeh, dit ziet er wel classy uit, hoor. Wow, dit is wel een smooth badkamer. Is een mooi bad ook. Check dan. Ja, dit is leuk hoor, om van de showrooms te checken en gewoon even te kijken, inspiratie opdoen. Even kijken, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Ik moet aan Milan denken, denk aan Mier. Wow, dit vind ik dan heel gek. Die spiegel. Ziet er ook wel vet uit, maar ik weet niet, ik had hem gewoon heel erg voor ogen in het rond. Dit is ook wel echt chic. Dit doet me denken aan gewoon een hoteltoilet, zeg maar. Met die tegels en zo. Gewoon zo super luxe. Heel netjes dit ook. Dit is sowieso mooi, zo'n nis. Tenminste, volgens mij noem je dat een nis. Dat je hier zeg maar bijvoorbeeld zo'n geurstokje kan neerzetten. Of geurstokjes, zo'n ding. Zo'n vaas. Ziet er wel nice uit. Oeh, wat is dit voor bad? Wow, die is groot, hé. Jeetje, daar kunnen wel 3 mensen in, volgens mij. Oh, hier heb je ook weer zo'n grote nis. Met die lampjes ook, hè. Die spotjes erin, dat is ook mooi. Tegels zijn ook mooi, dit. Dat marmer. Oeh, dit vind ik niet zo. Dit vind ik niet zo. Ja, ieder zo zijn eigen smaak. Als een hotelkamer dit zou hebben, zou ik dat wel vet vinden. Maar voor bij mij thuis, niet. Ja, en dit is voor de rest goud en zo. Dat is ook niet echt mijn ding. Het ziet er wel vet uit. Ook zo tegenover elkaar. En dat je hier een bankje hebt. Dat is wel echt luxe ook weer. Ja, je kan het zo luxe en zo gek maken als je zelf wil natuurlijk. Oké, laten we even verder kijken, want we hebben er nog veel meer. Deze hebben we net gezien, die vonden we nice. Deze vind ik ook wel vet. Oh, dit is ook ideaal. Zo'n droogrek. Oeh, dit vind ik ook wel mooi. Gewoon van die taatsdeuren in je douche, zeg maar. Ziet er ook heel erg mooi uit. Even kijken, wat hebben we nog meer? Een zwart bad. Dit is een eibad, geloof ik. Dat je dan weer hier gaat staan, dat ziet eruit als een ei. Ja, ik noem dat dan maar een eibad. Misschien is dat ook echt zo, dat weet ik niet. Ook wel echt een mooie uitstraling dit. Alleen, toch heb ik liever altijd wit. Of gewoon een beetje beige kleuren in plaats van dit donkere. Maar het is wel super mooi. En dit is ook wel echt gaaf. Alleen, ja, wat ik al zei, ik ben niet van dat gouden. Dus voor Shahid bijvoorbeeld zou ik dit echt prachtig vinden. Maar voor mezelf vind ik dit niet mooi. Maar die spiegel is wel gaaf hoor. Die is ook groot. Het lijkt heel erg op de spiegel die Marion en ik net nieuw hebben... In de woonkamer. Nou, dan hebben we hier ook weer wat gouden elementen en dergelijke. Ook weer een mooie grote spiegel. Zo'n spiegel die moet eigenlijk wel groot zijn, vind ik, voor onze badkamer. Want dat vind ik wel echt heel gaaf. Zo, dit ziet er ook echt zo chic uit. Wauw. Echt zo'n cabine ook, weet je wel. Wow, dit zijn echt grote tegels. Kijk, dit vind ik wel echt super mooi. Dat je niet allemaal van die spleten hebt. Maar het is gewoon één grote lange tegel van boven naar beneden. Dat vind ik wel echt super mooi. En zo'n regendouche, jeetje.
Dat is ook echt super gaaf. Hier hebben we een toilet. Een doolhof, hè? Ja, dit is wel een doolhof. Maar wel een mooie doolhof. Oké, okay. Zo, dit is ook wel nice. Wat hebben we hier? Dit is ook wel nice. Dit doet me een beetje denken aan de badkamer van Milan eigenlijk. Maar deze tegels. Kijk, en hier heb je wel dus die spleten. En dat maakt niks uit, want dit vind ik er ook echt super mooi uitzien. Maar als je nou van een beetje van die glimmende tegels hebt, dan is het wel nice als dat glimmende in één keer helemaal recht is van beneden naar boven. Ja, dat is natuurlijk ook weer een soort van beetje luxeheid. Want het lijkt mij wel duurder. Als het helemaal is, lijkt het mij wel duurder dan dat je die streep hebt, zeg maar. Goed, ik ben heel erg benieuwd welke Maaien heeft gekozen. We gaan er even vragen. Voordat we naar de keuze gaan van Maaien, wil ik dit nog even laten zien. Want hier heb je dus ook van die strepen. Alleen dit zijn wel echt grote tegels. Wow, dit is wel gaaf hoor. Het is wel zwart. Het is iets waar ik zelf niet voor zou gaan. Maar het is wel echt super mooi. Het zijn echt super groot gaaf tegels, hè. Oké, goed. We gaan even naar de keuze van Maaien. Ik schrok ook gewoon nog echt uit. We hebben je mening nodig. Oeh. Ik ben nu al ergens achter gekomen, want wij hebben uitgekozen waar ik van denk. Hè? Echt? Want, weet je het al wel? Ja, welke keuken? Dus leg even. Ja, ik weet of, Sorry, welke badkamer? Ik heb veel mensen tegen mij zeggen: hey, ik heb een keuken nog. Ik zeg: maar ik doe geen keukens. Echt veel mensen. Ja? Ja, ik weet wel. Oké, een badkamer. Welke heb jij gekozen? Ja, ik wil eigenlijk eentje kiezen, maar dan zou ik daar wel wat aanpassingen in doen. Ja, maar dat heb ik ook, dus dat is niet erg. Het zou wel heel uniek zijn als je nu iets kiest wat je precies identiek zo wil hebben. Het is altijd wel dat je iets... Ja, vervelend man, dat wij dezelfde keuze hebben. Alleen ik zou het goud vervangen. Nee, dat is niet vervelend, dat is super fijn. De reden waarom ik ook voor deze badkamer kies, is omdat ik het heel fijn vind dat het is niet per se meteen helemaal spierwit allemaal. Nee. Alleen het is heel erg open en het geeft rust en het ziet er groot uit. En het daardoor denk ik die lichte tegels zo maakt het ook wat groter. Ja. Alleen precies wat jij zegt, het gouden zou ik allemaal vervangen voor bijvoorbeeld zilver. Ja. Ja, maar voor de rest vind ik het, of chroom is dat. Ja. RVS ook mooi. Maar RVS. Ja, dat is het. Met de RVS dit vind ik ook de mooiste badkamer. Dit wil ik zo in mijn woonkamer. Maar jij zou het wel goud hebben. Klopt. Of wat zwart, alleen zwart heb je toch wel iets die... Maar wat ik al zei, dat RVS dat kan ook mooi zijn. Of dat chroom. Dat chroom heeft wel een mooie tint. Dat is wel gaaf. Dat ook al. Ja, die moet je erin houden. Deze is echt mooi. Ja, nee, dan merk je toch... Ja, dat is schatje, geef me een kus. Dat is zo fijn, hè. Dat is zo fijn. Er ontstaat hier gewoon een sterkere band van liefde, weet je wel. Het is gewoon mooi dat in het bedrijf van Sheet, weet je wel, dat gewoon die liefde gewoon nog sterker wordt, weet je wel. Ik tegen de problemen ontstaan hier ook. Ja, die pakken even een showroom en dan... Gaan we onder de sunshower staan. We zijn weer even een verdieping naar beneden gegaan. En we zijn hier op de begane grond dus even aan het kijken naar supermooie tegels. Die we zowel op de wand kunnen plakken als bij de badkamer op de eerste verdieping. Bij onze slaapkamer. En op zolder hebben we ook een kleine badkamer. En we hebben echt de mooiste tegel in onze ogen uitgekozen. Ja. Ik bedoel, iedereen gaat natuurlijk voor de mooiste tegel in zijn eigen smaak. En wij vinden deze tegel echt ontzettend mooi. En dit is dan een tegel in dit formaat. Maar je kan deze tegel dus ook krijgen in het formaat wat je daar ziet staan. Deze hele grote. En dan precies in deze kleurencombinatie. En dat vinden we echt super mooi. Zoals ik al zei, zo min mogelijk gleufjes. Alleen zo'n megaplaat als daar, die kan je niet naar boven krijgen naar zolder. Dus dan krijgen we op zolder bijvoorbeeld wel deze afmeting en dan een paar keer naast elkaar. Ja. Maar dan op de eerste verdieping krijgen we gewoon zo'n grote plaat en dan ziet dat eruit als deze. Ja. Dus dat is wel echt super gaaf. Ik bedoel, check dan. Als je dit eenmaal op de muur hebt, echt mooi. Ja, super mooi. Dan komt de wastafel er zo uit, zeg maar. Ja, inderdaad. Want dit komt op de muur en dan komt de wastafel er tegenaan. Dus we zaten ook al even te kijken van wat voor kleur is de wastafel. En toen hebben we even een plankje bijgepakt en er tegenaan gehouden om te kijken of dat niet te veel vloekt. Goed rekening mee gehouden, denk ik. Dus wat dat betreft. Tegelzetter kan ongeveer over 3 weken tegel zetten. Ja. En het duurt ongeveer 2 tot maximaal 3 weken voordat het binnen is. Ja, dat is perfect. Dus waarschijnlijk komt dat precies goed. Als alles doorgaat, loopt dat precies op elkaar over. Dus dat zou echt ideaal zijn. Dat zou dus betekenen dat over 3 weken deze dus al gezet worden in de badkamer op de eerste verdieping en de badkamer op zolder. Dus dat is wel echt heel erg nice. En we hebben een nieuwe bak gekozen. Zullen we die ook nog even laten zien? Ja, die gaan we ook laten zien, want die vind ik wel echt gaaf. Dat is echt een hele mooie. Kijk, dames en heren. Hier hebben we hem. Dit is toch prachtig? Ja, dit is een hele mooie. Kijk, het is zo mooi. Het is gewoon zo'n natuursteenbak. Dit is zo je tandenpoets hier. Echt mooi. Ja, dit is een hele mooie bak. Hé, hey, hier zie je die muur. Is dit niet dezelfde
Deze is iets drukker, denk ik wel. Ja, maar wel dezelfde kleuren. Ja, ja, deze achtergrond is wel ietsjes drukker. We hebben een rustigere tegel. Maar dit is wel echt super mooi hoor. En doen we dan deze of die? De licht had ik gezegd. Oké, okay, dat is akkoord? Goed. Ja, akkoord. En we hebben ook. Ja, dit is wel echt gaaf. Kijk hoe vet dat eruit ziet, deze stenen. Neem hem mee naar die wastafel. Dan kunnen we laten zien. Oh ja, dat kunnen we even zien, hè. Hey, kijk, kom je dan nog? Hoi, joh. Huh? Hij komt in één keer met die lift, komt hij omhoog. Dit ziet er zo mooi uit. Wel oprecht een mooie lift. Sinds wanneer hebben we geïnteresseerd op afdeling badmeubels? Sinds wanneer hebben we die lift? Al vanaf de nieuwe show. Dus echt? Wow, dat is echt dat chill, ja. Ja, wij jatten deze niet hoor, maar we gaan even kijken. Ja, hier. Waar is dat? Oh, hier. Ja, deze bak, maar dan zit dus niet dat gat erin natuurlijk, maar wel het witte. Leg hem even rustig op. Ja, want dit is dan dicht, zeg maar. Ja. Dus allebei dicht. En dan komt deze komt daar te staan. En dan komt deze hier ook een keertje naast. En dan hebben we allebei onze eigen bak. Ja. Ik zie het wel van de muur af te vallen. Ja, echt. Ja, hij is zwaar. Ja, deze. Ja. Dus dit is wel mooi hoor. Dat we... Ja, nee, je staat goed. Is op de spiegel, ik zie het al. Ja, hier allemaal spetters en dan Myron helemaal schoon. Zo. Ja, dit is nice. Dit is echt mooi. Ja, die is echt mooi. Er zitten gewoon glitters in ook, hè? En hier is zijn eigen bak. Ja, hier is zijn eigen bak. Zijn eigen spitbak. Ja, dat is echt gaaf hoor, dit. Buurman en buurman. Ja. Dat hoedje op. Je hoort alleen maar gepest op mijn hoedje. Vingerhoedje. Dus weten hoedje, ja. Hassela. En nou met je nek, die is dan niet. Ja, echt hè? Dat is wel sick, hè? Ja, sick hoor. Hoeveel kilo weegt hij? Dat is zwaar, hè? Oh, mijn hoofdpijn. Oh, hier. En dan hebben we ook nog die moswand, hè? Waarschijnlijk. Pien. Nice. Kijk. Weer netjes terugzetten. We hebben nog een uurtje zeten hier binnen. Ik moet heel eerlijk zeggen, mooi bedrijf. Ah, denk niet maar. Mooi bedrijf. Ben ik goed eentje in Groningen openen? Groningen. Heb je nog van plan om meerdere tegen de poten openen? Ja, step by step. Step by step. Walk wide in. Step by step. Nee, zo gaat hij helemaal niet. Maar let's get loud. Ja, nee. Let's get loud. Oh ja, nee. Step right up, walk right in. Walk over me, set me free. Ja, come on. Ja, dat is hem. Maar step by step. Dat is hem. Dat ken ik niet. Oh, we doen even het spelletje wat Marvin en ik ook deden. Ik geef jou een woord en dan moet je binnen 5 seconden moet je een nummer zingen met dat woord erin. Oké. Ja? Dus nu zeg ik fietsen. Ik wil fietsen. Oké, dat is 1 punt. Nu nog iets volgende. Rainbow. Rainbow high in the sky, and you and me alone. Ja, die had ik precies in je hoofd. Ja, ik had hem ook precies in mijn hoofd. Oké, okay, zeg nu iets anders. Moeilijk, echt iets moeilijker. Rain. Raindrop falling on my head. Is dat echt iets? Ja, oh. Hier, rains. Hier, ik ga maar. Ja, nee, even, ik geloof je, als jij het zegt. Ja, Maya die zei volgens mij sunshine. En toen zei ik, I got the sunshine in my pocket. Maar ik verzin maar gewoon wat. Ik hier, kijk. Raindrops are falling on my head. What? Sorry, yo. Yo, oude. Jeetje, ook echt nummer uit 1960 of zo. Ik zat te denken. Wel vet hoor. Hey, Purple Rain. Oh, Purple Rain. Zo werd het jaar 100. En dan het allerlaatste woordje. Ja. En als je deze goed hebt, dan ben je een koning van het spelletje. Ja. Caravan. Kak. Ja, dat is moeilijk hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. Weet jij iets? Nee, ik zou niet weten. Nee, weet ik niet. Is er wel een nummer? Nee, maar ik hoef het niet. Eens... Nee, maar is er wel een nummer van? Ja, er is vast wel een nummer die Caravan is in zijn tekst heeft. Ja, toch? Weet ik denk... eentje die Shahid meteen weet. Lemon. Bacardi Lemon. Ja. Oh, kijk hier. Ja, die had je moeten zingen. Ja. Daar is toch mijn caravan. Ik kan hem nergens vinden. Ja, nou, zo zie je maar weer, dames en heren, dat je met elk woord eigenlijk wel gewoon een nummer kan zingen. Maar ik had hem met één blad. Blad. Ja, die weet ik ook niet. Ja, je hebt ook geen idee. Omdat je bladeren in. Ja, maar ja. Jij zat de caravan toch ook? Waar is Kevin? Oh, ik wou net zeggen, waar staat hier een Kevin dan? Oh, dat was super. Oh, ik moest denken aan het feit dat ik vanavond naar Open Oma ga met Myron. En toen dacht ik aan Open Oma Kevin. Zo noemde ik ze altijd. Open Oma Kevin, omdat ze altijd met Kevin. We hadden het trouwens net ook over een Kevin in de zaak. Ja. What the fuck? We hadden het net ook over een Kevin. Ja,
over. Zit er in één, maak je een box open, zit er een caravan in. Oh ja, dat valt toch wel. Ja, misschien komt het ook daardoor. In ieder geval, we hebben nog even een uurtje binnen gezeten. We hebben allemaal dingen geregeld, afgestreept. Shoutout naar Gert, die bij Sheet werkt. Die heeft alles goed genoteerd en goed gecommuniceerd. Gert. Dus dat is helemaal top. Dus alles gaat helemaal goed komen, toch, Marjorie? Ja, alles gaat helemaal goed komen. Ja, want ik ben wel gerustgesteld met de leeftijden en dingetjes en alles. Dus, En net waren we met Gert dus alles aan het opschrijven en zo, wat er dan nu veranderd wordt. En toen keek ik in mijn app wanneer ik voor het laatst met Gert geappt heb. En dat was serieus 19 april. Ja, bizar. Vorig jaar, ja. Dat is gewoon een jaar geleden dat we hier waren. En zo lang. En dus ik begrijp ook heel goed als mensen zeggen, Enzo, wanneer is het een keertje af? Want we zijn al een tijdje bezig. Zo lang heb ik die spullen al in mijn museum staan. Ja, ondertussen zijn het gewoon... zijn geld waard weer. Ondertussen zijn ze gewoon gestegen, joh. Zijn gewoon antieke items geworden. Nee, maar zijn wel goede keuze. Want ik had ze besteld. Kijk, die prijzen, hoe duur die nu zijn. En toen... Oh, dat is wel een verschil, ja. Wow. Op de kleintjes letten. Ja, dan verkoop ik ze wel weer, joh. Ja, dat snap ik. Zo maak ik nog dikke winst uit. Nee, maar wel super blij mee met alle items die we nu hebben uitgekozen. Dus het gaat echt serieus top worden, dames en heren. Het wordt echt fantastisch. Dus dat ga je nog allemaal zien als dat geplaatst wordt over ongeveer 3 weken, om en nabij. En dan gaan we ook kijken wat voor teunt we hebben gekozen. Teunt. Hij maakt heel Ik vond het al raar klinken, maar wat voor tijnt we hebben gekozen. We gaan maar eens even bij de kids kijken. Niet alleen bij Luciano, maar ook even bij Gio en Virginio en Milana, bro. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met ze gaat. We hebben al een tijdje niet meer gezien. Inderdaad. Dat vind ik nog het mooiste van Milana ooit. Hier moet je links. Inderdaad. Ja, links. Inderdaad. Kunnen we die nog even laten zien van Milana? Oh ja. Inderdaad. Dames en heren, wat heb ik gehaald? Even wat snoepjes voor in de auto, voor onderweg. Lekker snoepjes. En ik heb hier vers gebakken. U had hem zelf gebakken, toch, Angelique? Heb ik zelf gebakken, Angelique. Oké. Okay. Zit er zelf op gezeten en nu is het lekker warm. Kijk. Ik ben Miss Baksel, Lieke. Miss Baksel. Wat is uw naam? Angelique. Dat is geheim, hè? Dat is geheim. Oh, dat is beroepsgeheim? Ja. Oh. Anders dan ligt hij hierachter. Oh, dus als u uw naam vertelt, dan moet u mij omleggen. Oh, nou, mag ik u Angelique noemen? Wilt u niet zo wijzen met dat mes? Oh, deze vrouw is echt goud. Ja. Mag ik u Angelique noemen? Ja, mag. Dank u, Angelique. Dankjewel, Jochie. Nou, dan ga ik uw koek even eten. Ze heeft geen idee wie je bent. Dat is mooi. Hij is wel een beetje oud. Ja, hij ligt wel een hele dag. Is die vers? Breek je tanden niet, hij is een beetje oud. En toen ik net bij de balie stond, zei ik net zelf gebakken. Vers. We hebben het al betaald, dus kom. Zo mooi. Wil je het verhaal horen van de moederkoek? Dit? Ja, ik wilde dit bestellen, een gevulde koek. En toen zei ze, doe me ook zo'n lekkere moederkoek. Toen zei ik, jongen, als jij weet wat een moederkoek is, hè, dan ga je dat niet fijn vinden. Maar nu schijnt het dus zo te zijn dat best wel veel mensen de moederkoek opeten na de bevalling. Ja, dat is een ritueel. Ja, dat is wel lekker. Ik heb er ook 4 gebakken in een pannetje, knapperen. Nee, op brood. Nee, maar weet je wat hier staat? Zou je er toch voor willen kiezen je placenta te eten na de bevalling, dan kun je dit op verschillende manieren doen. Je kunt de placenta rauw eten in een smoothie. In een smoothie, maar je kunt hem ook verwerken in capsules. Ja, dus dan gaan ze dat maken en dan krijg je van die tabletten met je eigen... Ja, het schijnt gezond te zijn. Hier staat ook. In Engeland is het een trend. Er zit een hele rijke voedingsstof in, geloof ik. Ja, steeds vaker eten of drinken vrouwen na de bevalling hun placenta. Je kan hem ook niet in de tuin begraven, want honden en beesten die ruiken, die graven hem op. Nou, voor de mensen die niet weten wat een moederkoek is, bij de geboorte... De koek is dan verkeerd. Bij de geboorte... kijk eens even. Super, dank je wel. Kijk. Zo, dit ziet er... Eet jij een bal met mosterd? Ja, ik ook. Ik dacht met mayo. Nee, mosterd, joh. Mosterd, ja. Lekker, ja. Mosterd, ja. Wat heb jij dan? Ik heb een lekkere gevulde koek met een warme beenham. Maar het is dus zo, als ik het goed uitleg, is een moederkoek is zeg maar wat meekomt met de geboorte. Waar dus dat kind uit heeft gegeten, toch, al die tijd? Waar ze voeding uit krijgen. Dat is toch zo, Sheet? Ik heb foto's, als je wil zien. Zeg ik dat goed of ja, niet? Ja, je zegt het oprecht. Want een kind krijgt voeding tijdens zwangerschap in de buik en dat gaat via de moederkoek. En dat komt dan uiteindelijk mee met de geboorte. En ja, dat is, schijnt een soort van hip ritueel te zijn of iets dat mensen dat gaan eten. Misschien ook een beetje bijgeloof voor iets of zo dat het goed geluk brengt of iets. Ik weet het niet precies. Maar nou goed, dit is in ieder geval een gevulde koek. Je hebt ook nog iets anders wat heel lekker is met een laagje boter en suiker erop. Dat is een eierkoek. Dat is ook heel lekker. Je hebt ook iets met boter. Je hebt ook boterkoek. Dat is ook heel erg lekker.
Niet bepaald gezond, wel lekker. Mm. Wie hebt, mag ik zien? Hij laat een foto zien van zijn... Hier zat Milana in. Oh ja, ik wil dat wel zien. Oh my god. Ik heb het nog nooit gezien. Daar zat Milana dus in. Echt? Ja, maar kijk hoe een bolletje zijn. Ja, dat is gewoon dat zakje, hè, dan. Ja. Wat raar. Wow, ik heb dat nog nooit gezien. Hoe vind jij zo snel zo'n foto terug? Milana is 7. 6. Ja, maar hoe vind je een foto van 6 jaar geleden zo snel terug? Zo ben ik. Heb je die gefavoriet of zo, die nee, foto? Nee, maar de kind was groot. Of heb jij 4 mapjes in je fotoalbum? Moederkoek, Luciano, Virginio. Wie is dat? Milana. Van Milana. Nu zo knap. Wow, kijk dan. Kijk Milana. Wat? Ik herken haar wel hoor. Oh, zo fijn. Wow, hey, Milana, wil je niet zo naar mijn gevulde koek kijken? Milana, wil je niet zo... Hey, hou je ogen eens van mijn gevulde koek af. Milana. Oh. Wow, echt een grappige foto dit. Erg mooi. Nou goed, sorry voor het onderwerp. Wij gaan even lekker smikkelen en genieten van het eten. Ik spot ze al van ver, dames en heren. Ik spot ze al van ver. Kijk die auto's ook wachten, hè. Allemaal op die jonderen. Kijk dan, allemaal in de file. Allemaal in de file voor een mooi jonder. Oké, we gaan even naar de kids toe. En Samantha, gaan we even die stroopwaffels gaan we even brengen. En dan gaan we even gedag zeggen. Gaan we even lachen. Shout-out naar Angelique van de Tankstation hier. Die is echt een top vrouw. Echt super lief. Echt gelachen. Hallo, hallo! Open! Politie! Politie! Hey, maatje! Ik kom je arresteren. Oké. Okay. Okay. Leuk om binnen. Luciano wil open doen, maar hij viel hier. Echt? Ja. Oh, dus toen moest hij huilen? Ja, hij is nu weg. Ik was helemaal blij dat jij er was. Oh, echt? Ja. Oh, wat is hier gebeurd? Ja, leuk. Hé, hey, wie heeft hier een mooie tekening gemaakt? Ja, Luciano. Oh, wat gaaf. Oh, dan zal ik straks wel een complimentje geven. De rest van mijn huis ook. Oh, oh mijn god. Hij heeft een hele mooie handtekening, hè? Ja, dit is een hele mooie handtekening. Ja, dat ik heb je mooi gezegd. Dat dit het is. Nou, de hondjes zijn er. Nou, we gaan even Luciano. Hé, hey, maatje, wil die open doen? Dat ging je toevallig. Hey, ik heb van jou cadeautje meegenomen. Hey! Wow, wat ben jij bruin. Ja, Luciano ook hoor. Wow, het is echt leuk om je weer te zien. Dat is lang geleden. Ik heb een vloer hier. Heb je een gat op je hoofd? Nee, ik ben een kapper geweest. Wat ben je? Ik ben de kapper geweest. Oh, ben je de kapper geweest? Oh, laat ze voelen dan. Ging die knippen? Ja. Laat ze voelen dan. Oh, wat lekker zeg. Ik heb hem al gevonden. Ik versta je niet met Spain. En op je filmpje en die laptop, dan zag ik trekkers. Wow, zag je mijn video en toen met trekkers? Ja, met trekkers en die lichtjes. Zoveel trekkers. Heel veel trekkers, hè? Hé, maar ik heb een cadeautje meegenomen. Ik weet het al. Weet je het al? Tractor. Nee, het is geen tractor. Kijk, daar komt die achter je. Dat is een grapje, hè? Ja. Is helemaal geen jondeer daar. Ga je nou een grapje doen bij mij die ik ook altijd bij jou doe? Kijk eens, maatje. Thank you, Billy. Alsjeblieft. Kijk, als je er zin in hebt. Zo niet, dan mag je hem op de aanrecht leggen. Ja. Weet je wat dat is? Ja. Wat is dat dan? Het is een stroopwafel. Ja, en ook nog een kerstmis. Maar ik zou... Dat kan je opeten. Dat is lekker. Hier wil je ook een stroopwafel of niet? Nee? Nee, nee. Ik heb een cadeautje voor je. Weer? Alsjeblieft. Lekker. Vind je dat lekker? Milana is ook net hoor. Wat spelen. Wat wil jij papier op? Nee, echt niet. Echt niet. Wow, maar jij vindt het echt lekker, of niet? Ja. Ja, ze nemen meteen een hapje. Kijk dan. Wow! Zo, hey. Hey. Oh, dat is het zo. Oh ja, dit is dat gekruimelde. Ja. Zo, weet je wat Luciano deed? Hij is echt slim, hè? Luciano zei, kijk achter je neer. Dat is een hapje. Want dat doe ik ook al. Oh ja, Luciano. Oh, doet hij het bij mij terug? Ja. Ja, Luciano is zo slim, hè, denk ik. Hij is wel veel, joh. Hij was echt in diepe slaap toen, hè. Ja, dat stukje is echt super schattig. Dan moeten we even terugkijken, dat stukje van Luciano. Dat we zeiden, kijk, buiten jondeert. Toen werd hij in één keer helemaal wakker, ging hij kijken. Dat moment. Wow, kijk, een dikke jondeer. Wow, jondeer. Dikke jondeer.
Wow, kijk het dikke chandeer. Oh, wat een lok. Oh, hij zit er. Oh, hij is net het hoekje om. Oh, het chandeer is net weg. Dat ga je. Kijk daar. Oh, is hij alweer weg? Zo, dat werkte zo goed. Dat is niet normaal. Wow, dikke chandeer, man. Zo, dikke motor. Hé, man, dikke chandeer is dat, ja. Wat zijn dit? Kikkers, bijna. Oh, het zijn bijna kikkers. Oh, dat zijn kikkervisjes. Maar die. Oh, kijk dan. Maar kijk, hé. Ik zal eentje uitpakken die bijna geëvolueerd is. Geëvolueerd. Alsof het Pokémon zijn. Wow, ziek, hè? Hoe dat dan zich zo kan ontwikkelen. Ja, dat achterpootjes. Dat wordt gewoon een kikker. Zie je? Ja, je ziet die achterpootjes, ja. Wow. En sommigen die hebben nog geen achterpootjes. Dat is echt gek, hè? Ja, bizar, hè? Wisten jullie dat jullie ook ooit zo eruit zagen? Ja, dat is ook. Piemel. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar we hebben er daar iets voor. Lara, zeg eens, inderdaad. Inderdaad. Jullie zagen er ook ooit zo uit, hè? Nee. Nee. Ja, was top als dat zei. Inderdaad. Zo. Ja, ik moet weer spelen met Luciano, ik heb het al door. Ja, ik heb gemist, hij heeft elke dag over. Wat zoek je? Dit is ook wafel. Ja, dat is ook wafel. Ja, goed zo. Dat is dus wat ik jou heb gegeven. Alleen die ik jou heb gegeven is helemaal heel. Deze is kapot. Dit zijn allemaal kleine stukjes stroopwafel. Dit. Hallo, snoepjes. Maar je hoeft niet in de snoepjes te laten zitten. Want je hebt die stroopwafel toch? Dus dit kan wel terug zo. Hop. Kijk, dit is een roze. Dit is een roze koek. Maar deze ook. Nee, ik hoef die niet. Dankjewel. Ja, lekker. Eisje, nou krekelen. Wat zeg je? Krekelen. Ja, wil die knetteren. Oh, hij zegt dat ijsje kan ook krekkeren. Nee, die knetteren niet in je mond. Dat zijn bifiworstjes. Ja, daar hebben we ook van die toetjes, want die heb ik niet gehad. Oh. Ja, ik moet wel zeggen, Luciano is al groot geworden. Echt ziek. In die tijd. Dat... Ja. Zwanda, ken jij een nummer met Caravan? Ja, zing een nummer met Caravan erin. Ja. Oké, wij doen hem voor. In 3, 2, 1. Waar is toch mijn caravan? Oh, je kent hem! Ja. Nee, hè? Van, hoe heet dat? Ik moet hem opzoeken. Wow, ze kent hem gewoon. Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Wow, joh, Samantha kent hem gewoon. Herman Berkien. Ah, toppetje. Ja, echt een toppetje. Dat is super. Ja, maar ja, maat. Ja. Hier de hele tijd zingen in vrijheid. Ja, zo mooi. Daar is toch mijn caravan. Oi, oi, oi. Maar dik ding, man. Kan je een beetje wielies op het ding, man? Nee, man. Dan is het wel een start en lopen, hè? Start en lopen. Oi, joh. Holy moly. Dat is zo lekker. Oh, dat ruikt echt lekker, ja. Wow. Oh, dat ruikt echt lekker. Maar waarom nummer 7 dan? Dat is mijn geluksgetal. Is dat zo? En mijn verjaardag 7 mei. Ah, je lucky number. Ja. En 7 kinderen die komen. Je bent al over de helft. Dat is lekker. Misschien klaar. Nee. Oh, lekker hoor. Is stroopwafel lekker? Oh ja, ik kan zo doen. Zo! Hè? Laat nog eens zien. Salto! Nog een keer, nog een keer. Even goed inschatten. 1, 2, salto. Hij doet hem heel laag. Milana. Mooi hoor. Nou, Milana salto. Hey. Wat doe jij? Wat doe jij? Oh mijn god. En nu nog achteruit, Milana? Nee, dat durf ik niet. Wat is een maatje? Oh, wat heb je daar? Een armbandje. Dit is mijn mandje. Een armbandje? Kijk dat koffie. Niet doen. Niet doen. Ga je hem laten zien? Andere. Oh. Wow, dat is wel gaaf, hè? Er zit een smiley op. Kijk eens, dat is chandeerkleuren. Met een smiley. Ik heb er ook één. Dat is wel leuk hoor. Sorry dat je bijna gehoord. Hij is helemaal gek, joh. Oh, nu nog nu achterover, Salto. Hij komt nog met zijn knie tegen de tanden. Kom eens.
Kom eens, wat moet ik doen? Ja, je moet ook een salto maken. Moet ik ook een salto maken? Maar dat is wel een hele grote volwassen mensen salto, hè? Is goed. Ja, is goed, schat. Geef je camera. En schoenen uit. Geef je camera. Schoenen uit, hè? Moet jij filmen, Luciana? Wil jij filmen? Moet ik de camera aan jou geven? Dat jullie ook, hè? Hou je me goed vast? Ik kan echt niet. Kom maar eens. Zo. Ja. Hij staat al aan. Hij staat al aan. Wat ga je doen? Oh, hij wil het klepje open. Oh, wil je dat scherm open hebben? Kijk maar. Nee. En dan kan je hem omdraaien nu, de camera. Niet laten vallen. Als je hem zo vasthoudt, dan kan je zelf... Hij is zwaar, hè? Moet je iets verder houden, zo. Ja. Ja. Even maar terug, anders gaat hij kapot. Hé, nee. Hey, daar ben ik. Zo, ga je mijn salto filmen? Ja. Kijk, dan kan je op het schermpje hier kan je kijken wat je ziet. Hallo. Nee. Oké, okay, komt de salto, hè? Kom. Had je hem erop? Nee. Nee? Had je hem niet erop? Zo. Zo, je kan echt hoog springen. Je kan er overheen kijken. Hey. Geniaal dat hij dat zichzelf heeft aangeleerd. Zo. Wat zei je nou? Het is een glas. Wat doet hij, joh? Volgens mij heeft het iets te maken met ADHD. Nog een keer. Hoi. Nou, doe ik nog even één backflip met de camera. En dan moeten Marion en ik er weer vandoor. Want wij gaan naar Open Oma toe. Wij gaan naar Open Oma toe. Die zijn vandaag 60 jaar getrouwd, Open Oma. Ja, dankjewel. 60 jaar zijn mijn Open Oma getrouwd. Ja, misschien wel. Het is al een tijdje geleden met de camera. Maar gaat vast goed komen in 3, 2, 1. Zo, gaan we eruit. Let's go, let's go. Waar is toch mijn caravan? Wat zei je nou, Enzo Knol? Enzo zal doen. Enzo Knol, moet ik je helpen? Met wat moet ik je helpen dan? Met wat? Tillen. Oh, tillen. Kom maar, meisje. Ik ben benieuwd naar de reactie van Luciana. De kids, ja. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Luciana dit nog nooit gezien heeft. En we gaan even dat trucje doen met een condoom. Wat echt eerder ooit een trend was. Echt al 6 jaar geleden, 7 jaar of zo. Ik kan hem door mijn neus heen halen. Ja, dat is heel vies. Wel een tip. Leg ze van tevoren klaar, want als je dit nog moet doen in de actie, dan raak ze verveeld, laat ik het zo zeggen. Het zijn toch weer een paar minuutjes. Dat jeetje, krijgt het ook, man. Nou, in de la, er ligt een schaar. Shit. Ja, waar is toch mijn schaar? Ik kan me nergens vinden. Ja, oh, ze zijn zo lekker. Ja, dit ken jij niet, hè? Nee. Nee. Je weet niet wat het is, ja. Hè? Wat is dat, lieverd? Hier. Met wie ga je doen, dan? Ja. Oh shit, dit is heet water! Oh, wat een... Ga je hem koud zetten? Hoe doe je hem koud? Nee, dit... Oh, ja, dat ja. Is wel koud. Ja, is dat koud? Zo, het is heet. Oh, joh, dat is niet goed. Wacht, doe even overnieuw. Ja. Dat is heel heet. Brand is sowieso. Jeetje. Dat was echt heet. Er heet water op mijn kop. Gaan we bij jou doen? Ja. Oh, hij heeft al een condoom, joh. Ja, Milana. Ik heb van mijn kantoor, man. Jij vindt dat muurtje echt niks. Echt een water. Nee, jij van die rare dingen. Dat is met die bivak. Ja. Die story op te nemen daar in een restaurant. Gewoon heel random. Luciano, wat zou je ervan vinden als we deze op je hoofd laten vallen? Nee! We doen hem dan op mijn hoofd laten vallen? Nee. Nee? Op wie zijn hoofd dan? Wat zei je nou? Gaan we dan bij papa op zijn hoofd laten vallen? Ja, kom buiten. Dan wel, hè, bloedzuiger. Ja, bij papa op zijn hoofd. Kom buiten, zeg. Ja. Maar je wordt als het goed is niet nat. Nee? Wat gebeurt er nou dan? Dan moet je hem niet dicht maken. Ja, hij vormt zich om je hoofd. Ja, serieus. Ja. Heb je dit nog nooit gedaan? Nee. Oh, dan is het extra leuk. Ga maar zitten. Je wordt niet nat. Het gaat vooral om de tactiek van de gooier. Ja, oké, komt ie, ja? Hij heeft een te klein hoofd ervoor. 1, 2. Ja!
Ik kan zo ademhalen. Hier. Laat hem op je hoofd, laat hem op je hoofd. Hij ging gewoon meteen goed. Jawel, je wordt niet nat. Nee, ja, wel als hij zo knapt uiteindelijk, maar... What the fuck? Ja. Ja. Wil je deze op je hoofd hebben? Net als papa. Nee. Waarom nee, maar Virginio gaat dan eerst, ja? Ja, eerst Virginio, daarna jij. Nee. Geef maar papa. Ja. Oh, Dylan. Ja. Ga jij zitten, Virginio? Papa. Oké, okay, hopelijk nou, gaat het goed. Virginio doen. Niet doen. Even wachten. Oh, even wachten totdat de jury er klaar voor zit. Ja. Jury klaar? Ga je kijken? Ja. En ik hoop dat hij goed gaat trouwens. Zal lullig zijn als niet. Een grote hap lucht. Oké, 3, 2, 1. Ja! Hier kan je ademen. Je kan ademen, hè? Ja. Ja, ja, ik kan gewoon ademen. Ga eens lopen. Dit moet je eigenlijk vasthouden. Dan kan hij sowieso niet nat worden. Als ze dit vasthouden. Oh my god. Ik haal hem wel eraf, ja? Wow! Wow! Ja, ik kan het nog een keer doen. Ja, zet erin. Ja. Ik liet hem alsnog vallen. Dat is zo veilig zijn. Luciano, dus wil jij een keer proberen? Nee, je voelt nee. Niks. Ja, jij wil op een natte bank gaan zitten. Kom maar zitten op de bank, ja? Dan doe ik er nog eentje. Ja. Daar gaan we. Ik had niet verwacht dat Luciano zou durven. Nee, hij durft het gewoon. Durf het gewoon. Oké. Handjes weg. Goed zo. Daar gaat hij, ja? 3, 2, 1. Oeh, bijna, bijna. Blijf zitten. Nog een keer proberen. Oké. Okay. 3, 2, 1. Oeh, oeh, nee, net niet. Je moet harder doen. Zit hij niet goed? Nee. Is het lekker? We pakken even een andere. We pakken een handdoek voor je. Dan gaan we straks omkleden, ja? Pak even een andere. Gelukkig is het warm, hè, buiten. Nu ben je afgekoeld. Doe nog even een likje. Oh, lekker. Oh, hier de zon. Speciaal voor jou. Ja, lekker, hè? Lekker warm. Kunnen jullie meteen zwemmen straks? Ja, dat is waar. Nou, tweede poging. Nee. De laatste. Waarom niet? Nee, wil je niet meer? Oh, Milana wil graag. Oh, Milana? Ja, die heb ik knot. Ja, ik weet niet. Misschien lukt dat wel, hoor. Ja, we kunnen het proberen. Ja, probeer maar. Knot uitdoen. Ben je er klaar voor, Milana? Ja. Ja? Lijkt het je leuk? Ja. Oké, okay, dan gaan we. In 3, 2, 1. Hoger. Bijna! Oh, wat gaan we nu doen? Help, ik help. Oh, ja, nog een keer. Oh, nog een keer. Oké, daar gaan we. In 3, 2, 1. Ja! Doe eens lachen, doe eens lachen. Bij Milana zit hij het best ook gewoon. Ja, niet zo hard, niet zo hard, Luciana. Luciana, niet zo hard, niet zo hard. Moet ik hem eraf halen? Nee. Nee, met een kool, jij. Ja, hij kan, ze kan hem ook zelf vasthouden. Wow! 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 Niet nat, hoor. Nou, lekker nat. Ja. Nou, nog een keer, Luciana. Lachen, hè? Nee, ja? Nee, ik wou volgens mij, ik pakte dat ding vast en toen... Nee, Virginio. Virginio weer? Ja. Gelukkig is het super lekker weer, dus als je nat wordt is het niet heel erg. Nee, toch? Precies. Oké, okay, dan gaat hij. De laatste keer, dan moeten we echt er vandoor gaan open, oma. Ja. Daar komt hij hoor. In 3, 2, 1. Hey, ja, bij jou werkt het zo goed. Ja. Probeer hem nu zelf eens vast te houden. Ja, ik kan gewoon loslaten. Ja. Ik kan gewoon knuffie in. Oh ja. Doe een knuffie erin. Dan kan hij gewoon lopen. Ja, knuffie erin. Nu kan je lopen. Ja. Kijk eens recht naar voren. Kan je het water niet een beetje naar achteren? Kan je me zien? Ja. Super.
Ik heb nog een vissen komen. Zo fijn. Dit is echt zo fijn om te zien. Ga dan nat lek, boem! Nou, en nu? Ja, hij lijkt wel karbonkel met die neus. En nu kan Tine springen. Wow. Ja, doe eens springen totdat hij kapot gaat. Oh! Laat me zien. Laat me zien. Dat was zo grappig. Gaat ie goed? High five, jongen. Wat een baas. Ja, je kon er gewoon doorheen zien. Jij kon er ook super goed doorheen zien. Ja, wij konden jou super goed zien. En hier, hij zat helemaal hier zo met zijn neus. Wow, ben je helemaal in Spider-Man. Gaaf hoor. Nou, ik denk maar even nieuwe kleding aan binnen, of niet? Ja. Hé, hey, wanneer gaan we trouwens Fortnite spelen? Want ik speel ook Fortnite. Zullen we dat deze week ergens spelen? Dat gaan we doen. Oh, ik moet komen naar Luciano. Ja, jij gaat spelen, hè? Ik ga er vandoor, maatje. Ja, ik moet er vandoor gaan, maatje. Is hij kapot? Ja. Krijg een knuffel van jou, maatje, want ik ga er vandoor. Alsjeblieft een knuffel. Mag ik een knuffel, maatje? Ja, mijn maatje. Lekkere haartjes, hè, jij? Nou, gaan we met je John Deere spelen? Gaan we er vandoor, ja? Ja, ja. Doei. 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 Doei Marco, prima. Doei Marco, prima. Wow, brengt dit ongeluk, dames en heren? Want er zit een zwarte kat aan mijn kentekenplaat te likken. Oei. Hij is een vliegenstraf. Oh, hij zit er nu onder. Vliegjes. Oh ja, vliegjes likken. Oh ja, misschien is hij die vliegjes aan het likken. Hé, hey, maar maatje... Oh, kijk, goed zo, hij gaat al weg. Oké, ik wou net zeggen, want als ik dan de auto start en ik rij weg... Dan wil ik geen kat onder mijn auto hebben. Nou, dat was echt lachen, joh. Dat was gezellig. Zeker. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Mijn buikspieren weer getraind van het lachen, hoor. Ja, ongelooflijk. Altijd chaos hier. Ja, ja, het was superleuk dat we weer even langs konden gaan. Milana staat buiten te dansen. Dan gaan we naar Den Helder. Doei, doei. Ja, dan gaan we naar Den Helder, dames en heren. Zo, een stukje rijden wel. Let's go. Ik denk nu zo 2 uurtjes. Ja, ik zie hier 1:44. Oh, dat is nog te doen. Dus hopelijk krijgen we geen file. Anything I do it. Ain't nothing to it, just do it. Do it. Just cause I influence. Wat deed je? Ik kreeg net een schokje of zo. Yeah. Oeh, dat is zo raar, hè? In één keer omhoog. Hoppa. Zo mooi om opa op de fiets te zien. 80 jaar, ga met die handel. Ja, echt leuk. Maar je opa is echt sportief gebouwd ook. Hij zit echt, zeg maar... Heel goed op de fiets. Heel goed op de fiets. Je ziet gewoon... Die schouders ook breed. Ja, het ziet er echt goed uit. Als hij zeg maar nu de knolpaanpetje op had, had je gedacht een man van 50 of zo. Ja, ziek, hè? Dat is echt bijzonder. Ja, we rijden achter opa aan. Want vandaag 60 jaar getrouwd. Dus opa en oma eventjes bezoeken natuurlijk, met het prachtige weer hier. Yo, chickies! Welkom! Hoe is het? Goed. Met jullie? Ja, nice. Oh, goed. Ze zijn mooi op partij. Dat was wel een beetje lang rijden. Ja, ver hè? Ja. We gaan met iets weg. Heb je een nieuwe bril? Ja! Wow, dat valt mij weer op hè? Wat mooi. Ja? Ja. Ja, ik heeft iets lichter dan die ander. Vind ik wel jammer hoor. Ja? Ja. Oh, maar dat deed ze niet meer. Wat heb je nou, sorry dat ik je in de reden val. Wat heb je nou weer gedaan bij je vinger? Ach man, broodje. Met mes broodje door midden snijden. Om boter en wat op te doen. Sneek me in de vinger. Oh, oma doet even een rondleiding. Ja, kijk. Kijk eens even. Prachtig. Zo, goed voor elkaar hoor. Ja. Elke morgen ontbijt. Aan de deur. Brengen ze. Super. Jeetje. Ziet er echt goed uit, hè? Kijk dan. Wow, jullie hebben zelfs een sunshower. Ja, alleen weet men niet hoe die werkt. Nee? Nee. Oh, Marjan en ik hebben net voor de keuken, of keuken, voor de badkamer gekeken bij Shahid van Tegeldepot. Ja. En wij doen ook zo'n sunshower. Het is heel fijn, dat moet ik alle profvoetballen. Ja, klopt. Maar ik weet niet hoe die werkt. Hier, kijk. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat druk jij
joh. Ja, dit is touchscreen, oma. Oh. Dus dan moet je dit ingedrukt houden, dan gaat hij aan. Oh, en ik voel hem nu maar eens daarvoor. En wanneer gaat hij nou uit? Ik doe de deur dicht, hoor. Oh. Opa! Opa! Hé, hey, broer, kijk, die zonneschouwer. Kijk, ik heb hem aangezet. Hé, ik weet niet. Kijk. Ach, Jezus. Ja, dat voelt echt super lekker hoor. Ja. Dus wat dan de bedoeling is, is dat je gaat douchen. Ja. En dan in de tussentijd krijg je een zonnebankkleur. Oh ja. Dus dan krijg je gewoon zon op je. Nou, kijk. Kijk, en dan, hier heb je de touchscreen. En dan kan je ook hier drukken om hem in te stellen op een andere hitte en zo. En dan druk je op deze, hou je gelukkig geloof ik. Dan doe je hem uit nou weer. Ja, dan druk de vraag is altijd, hoe krijg je hem uit? Oh, nou. Ja. Dus als je hem aandoet, dan druk je die rechter, die hou je ingedrukt, ja. Gaat hij aan. En als je hem uit wil, hou je de middelste ingedrukt, gaat hij uit. En dat is gewoon touchscreen. Dus nu gaat hij even afkoelen en dan is straks gaat hij uit. Je bent zeker dat hij uitgaat. Ja, ja, dat weet ik zeker. Geweldig. Ja, ik zou daar wel gebruik van maken hoor. Ja, dat doen we nog. Dus, nou, het ziet er mooi uit. Drie keer per dag onder. Drie keer per dag onder. Moet kijken. Jeetje, ook nog een bovenverdieping. Dat is echt niet normaal. Oma doet gewoon even een flex met de rondleiding hier. Kijk, kleine kinderen hier. Oh, kijk. Tent. Hoppakee, moet je kijken, joh. Zo. Ongelooflijk, hè? Ik wist niet dat jullie kinderen mee hadden. Nee, hebben we even verborgen. Tent. En hier. Kijk eens. Ook nog een ruimte. Hè? Echt groot. Niet normaal. Pas op voor het raam, joh. Oké, okay. En jullie hebben een sauna, zie ik. Ja, het is toch ongelooflijk. Jeetje, Mina, kijk eens. Sauna. Oei, oei, oei. Hoppakee. Nou, dit top. Dit is toch ook verschrikkelijk, hè? Maar het is goed, hè? Echt goed. Dit is heel... Oh, dit heb ik nog helemaal niet gezien. Wat is dit? Oh, dat is een opbergkast. Kijk, ja. Jezus. Groot. Ja, heel groot. Ik ben wel blij mee. Kijk, wc. Ja. Hoppakee. Hier gaan we alleen heen. En kijk. Nog een badkamer. Kijk, gewoon even een simpele douche. Kijk eens even. Nou, keurig hoor. Nou, kijk eens. Dit is echt zo. Dit doet me denken aan Bunnik, toen ik daar woonde. Toen had ik, ook precies dit. Gewoon precies wat je nodig hebt. Spiegel, wasbak. En dan hadden we ook zo'n muurtje hiervoor. En om de hoek hadden we de douche. Perfect. Een muurtje, tot zo. Ja, dat is echt perfect. Weet je wel. En dan kan je dan je shampoo hierbovenop zetten zo. Ja, maar die had ik tot zo. En dan hier zo de shampoo af. Nou ja. Nou, ideaal. Super hoor. Mooi, hè? Mooie rondleiding. Nou, dan gaan we nu lekker uit eten, denk ik dan. Ja. Goed idee. Ja. Heerlijk. Ik neem Prosecco. Ja, neem je Prosecco? Ja, we kregen een flesje Prosecco vanmorgen. Echt gebak. Ja. Oh, het is toch enig, hè? Ja, zo. Verwennerij voor van het team van de landbouw. Ja, wie kan nou van Team Landbouw? Ja. Maar wie kan nou nog zeggen dat ze 60 jaar getrouwd zijn? Ja, dat is zeldzaam. Hé, en we hebben van de koning gekregen, de koningin de brief. Ja. Wat dan? Ja. We hebben een brief, wij zijn bevorderd in de orde van de Nederlandse leeuw. Echt? Ah, oh, dat is leuk. Ah, oh, superleuk. Hartig gefeliciteerd met uw 60-jarig huwelijk. Oh, dat is leuk. En dit bewaar ik allemaal voor de camper, voor de caravan. Oh ja, dat is echt typisch oma. Dit krijgen we allemaal. En dat houdt me over. En dat houdt me over. En dat deed mijn oma allemaal mee voor de camper. Ja, super slim. Kijk, mooi hè? Ja, dat is allemaal, ja, dat is ideaal. Kijk, dit is de hagelslag. En dit is thee. Als ik bezoek krijg, ging ik al de thee. En dat vinden ze heerlijk. Rooibos, moet kijken. Ja, dat is top hoor. Moet kijken. Dit spaart op maar alles. Ja, super slim. Oma die is slim hoor. Die bewaart dat en neemt dat mee in de caravan. Dat is echt super slim. Hey bro, ze hebben gewoon serieus een brief van de van het koninklijk huis. Ze hebben gewoon letterlijk een brief van majesteit de koningin. En zijn majesteit de koning. Moet je oplezen. Hare majesteit de koning. Oh ja, hare majesteit de koning. Moet je oplezen. Waarom? Ja, nou, dan weten de kijkers ook wat er aan de hand is. Oh, dat heb je al gedaan. Nee. Zullen we om de beurten? Met zin doen? Ja, dat kan ik niet lezen. Oh. Ben te klein. Dacht ik al. Zeer geachte heer en mevrouw Knol. Zijne majesteit de koning en hare majesteit de koningin hebben vernomen dat u op 17 mei aanstaande de dag hoopt te gedenken waarop u 60 jaar geleden in het huwelijk trad. Nou.
60. 60, ja, niet normaal. Twee keer ons. Ja, zeg, ja, dat is bizar, hè? Ja, zo. Hoe hou je het vol, joh? Maar jij ook, hou je het vol? Het is allebei. Zij willen u met deze bijzondere gebeurtenis graag van harte feliciteren en hebben mij verzocht u hun beste wensen te zenden. Met gevoelens van de meeste hoogachting. Oh, hoor je dat? En dan staat er een dokter Anders, een algemeen secretaris. Ja, dit is de secretaris. Ja, de secretaris van zijn majesteit de koning. Nee, en haar majesteit de koning. De burgemeester zou komen als wij er waren, thuis, in Assen, oud. Die ken jij wel. Zou Marco uitkomen bij jullie? Ja. Maar, omdat jullie 60 jaar getrouwd zijn. Maar Marco kon niet. En dan kwam de lokale burgemeester. Maar wij zijn er niet. En dan krijgen we aanstaande woensdag nog een hele bos bloemen. Nee, maar het is zo speciaal dat jullie 60 jaar getrouwd zijn. Ja. Omdat het bijna niet meer voorkomt. Ja. Nee. Dat de koninklijk, de burgemeester, heel feestelijk hebben we hier te maken met een zonsoort. Ja. Over 5 jaar krijgen wij een standbeeld. Ja. Over 5 jaar krijgen wij een standbeeld. Deze mensen waren 65 jaar getrouwd. Ja, maar ik zeg nu ook, het is een zeldzame soort. Ja? Ja, heel zeldzaam. Maar kijken jullie even weer wat anders tegen ons aan? Ja, we gaan eten. Ik heb om 6:30 af. Ja, kom. Ja, maak je zo. Met welke auto gaan we? Ja, ik denk, we kunnen ook op de fiets. Met de trekker, sondeer. Rij in de auto van Enzo? Ja. En jij bij jou. Wil je rijden in mijn auto, ja, opa? Rijden? Nee, ik zie niet goed. Nee, maar dat is leuk voor de vlog. Ja, zeg. Ja. Die auto zit voor elkaar. Ja, joh, gewoon rijden, joh. Het is op het park. Het is eigen terrein. Nee, ik heb het park mee bij. Het is eigen terrein, oma. Dat maakt niet uit. Nee. Wat is het? Is het opa's, joh? Dit is opa's. Wow, joh, kijk dan. Oma heeft weer die swag. Ja, goeie. Maar kijk, oma heeft ook... Zit er gewoon in. Wat? Maar weer terug. Nou, kom op. Maar oma, heb je ooit wel eens in een automaat gereden? Nee. Maar dat gaat vandaag jouw eerste keer zijn. Nee, dat doe ik niet. Nee. Ik ga oma laten schrikken. Oma, wil je mij even helpen? Waarmee? Ik weet niet waar ik heen moet. Oh god, heb me dat ook nog. Ah, oma, wat doe je? Ja. Je doet een cocon open. Kom op. Oh, zo fijn. Hé, hey, doen jullie dit ook wel eens? Ja. Hinkelen, ja, samen. Hinkelen, ja. Wow, ik was het vergeten. S'avonds voordat we naar bed gaan. Hé, hey, weet je wat oma en oma hier hebben? Sauna, hoorde ik. Sunshower. En een sunshower, ja. Ik hoorde het. Ik heb even uitgelegd hoe het moet. Wow. Ja. Wij krijgen dat ook. Hebben jullie het gebruikt al? We gaan het nu wel, toch? Man. Nu maar wel, toch? Open oma wil gewoon hun bed in de voortuin. Wee, joh. Oh, hey, gaat ver terug dit. Puntige hunebedden wel. Ja, dat is wel leuk. Voor de mensen die zich afvragen en zo, heb je geen bloemetje bij je of zo? Geen cadeautje? Maar Marion en ik hebben dit weekverblijf aan opa en oma gegeven. Ja, kom op jongens. Dus dat is wel echt heel leuk. Ja, we gaan oma. Sorry. Ik heb honger. Ik ook. Ik heb een vraag. Ja? Hoe? Ja? Want er moet een geheim zijn. Er moet gewoon een geheim zijn wat jij hebt, wat jij nog niet hebt verteld. Nou? Hoe zorg je ervoor dat de afgelopen 10 jaar... je er gewoon elk jaar weer goed uitziet. Wat is je geheim? Ik heb helemaal geen geheim. Nee? Nee. Oh. Ik ben heel gelukkig met jullie. Ah. Ik vroeg even aan oma wat het geheim is van haar. Hoe ze het voor elkaar krijgt. Dat ze de afgelopen 10 jaar er elk jaar gewoon weer goed uitziet. Oh ja. Dat moet een geheim zijn. Heb je geen geheim zalfje of zo? Nee, geen geheim. Nou, ik heb een geheim zalfje. Het is geen geheim. Weet je wat ik gebruik? Ik gebruik olijfolie om mijn huid schoon te maken. Ja? Ja. Serieus? Het belangrijkste, dat is een goede partner. Ja. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Het geheim van 60 jaar trouwen. Oh, ja. Wat is het geheim daarvan? Van 60 jaar trouwen? Nou, dat ik gewoon heel erg geboft heb met Henk. Die doet precies alles wat ik zeg. Is dat zo, ja? Ja, en ik laat er al 60 jaar in de waan dat het zo is. Hierheen, rechts. Maar ik zei net tegen opa ook, schat, van dat het heel bijzonder is, 60 jaar. Want als wij ooit 60 jaar zouden willen... Stel, we zouden nu trouwen, dan moet jij al 88 worden, worden wij 60 jaar halen. Ja, vandaar dat wij het bericht krijgen van de koning en de koningin. Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Dus echt even ander aan de brief stond, komen jullie een keer bij ons op de koffie. Bij de koning. Ja. Dat zal. Henk, waar moeten we nou heen? Wacht even. Bij die vlaggen. Om de bocht. Oké. Okay. Rustig, oma. Denk aan jouw hart. Nou, je moet blijven praten. Ja. Open zijn en... Stop. Ja, rustig. Hier. Dit, Henk?
Ja. Dit. Ja. Oké, ga al rechts. Rustig. Hier, zo langs. Hier, links. Kom maar, kom maar. Zo ben je net pastoor. Oh, pastoor. Dan ben ik niet getrouwd. Oh. Ik mag niet trouwen. Wel daar in Engeland. Oh, mama, hoe heet die zanger ook weer? Dat is zo'n naam. Met die rode muts. Ja, Jij zei dat toen nog. Jij rijdt op Harry Herman? Harry Slingers. Harry Slinger. Harry Slinger, ja. Hou mijn tasje even vast. Nee, dat is iemand anders. Nee, maar die had ik Annie. Was niet gemocht. Annie, hou jij mijn tasje even vast? Heel mooi. Bollo. Ja, we hebben hier toch een leuk meisje. Die vindt u heel leuk. Oh, kijk dan. Dit is een pareltje, hoor. Mag een high five van Bollo? Boom. Yes. Let's go. Oma, wil je ook een high five? Ja. Maar opa en oma zijn 60 jaar getrouwd. Dus we willen graag een high five. Hey. Boom. Hey. En opa nog een high five. Hey. Hey. Mooie dingen. Fijne avond, Bollo. Slaap lekker. Je hebt de pyjama al aan, zie ik. Ja, volgens mij nog echt ook. En een mooie hoed op. Nice. Maar waarom heb je een hoed op met slapen? Dat staat eigenlijk maar normaal af. Ja, dat heb ik ook altijd, hoor. Hoed met slapen? Ja, ja. Een slaapmuts. Een slaapmuts. Oh. Ja, tuurlijk. Sorry. Eet smakelijk. Op jullie 60 jaar huwelijk. Ja. En op naar de 65. Juist. Want dan eigen standbeeld, hè? Achterkomen van dit jaar. Ja. Zijn wij voor het eerst naar de stad geweest. Ja. Dat is 65 jaar geleden. Wow, we begonnen. Serieus? En nu zitten wij in november. Wow, dus jullie zijn eigenlijk na 5 jaar al getrouwd? Ja. Wow. Dus wij volgend jaar. We krijgen een medaille van de koning en de koningin. Maar wij moesten trouwen. Ja, dat kan ik niet meer. En weet je waarom? Nou? Dan kregen wij geen woonruimte. De baas van oma, die zei, ik heb Milan niet wil trouwen. Je mag achter die zaak wonen. Maar dan moeten jullie wel trouwen. Nee, was katholiek, je mag niet samen wonen. Ah, dus als jullie wilden samen wonen, moesten jullie trouwen om daar te wonen? Niet normaal. Goeie oude tijd. In ieder geval de oude tijd. Nou, eet smakelijk allemaal. Genieten. Ja, lekkere cheeseburger. Verdomme, dames en heren. Dat ziet er goed uit, hè? Ongelooflijk. Een paar chippies erbij. Marion heeft iets gezonders gekozen. Die heeft groentecurry of zo, toch? Nee, ja. Ja. En mama heeft misschien wat lekkers. Want dit is... Een bloemkoolsteak. Ik heb het nog nooit gehad. Ik wou net zeggen, ik heb het nog nooit gehoord. Maar het ziet er oprecht lekker uit. Het is geen eens een grap. Het is ook behalve dit, lekker. Weet ik niet. Wat is dat? Dat is een zoete aardappel. Dat is heerlijk. Oh, dat vind ik ook wel lekker, denk ik. Ja. Zo, keurig. Van wie is dit dan? Nee, ze hebben gewoon appelmoes erbij gedaan. Hey, lekker hoor. Nou, we gaan lekker smikkelen. Ik ben heel benieuwd of je dit weet. Als ik zeg tegen jou van, jeetje, dit is wel een mooie tijnt. Ja. Snap je dan wat ik bedoel? Ja. Kleuren. Mooie kleuren. Oh, maar bedoel ik tint of tijnt? Tint. Oh, maar kan dat niet tijnt? Jawel. Maar dat woord ken je? Jawel. Tijnt. Tijnt. Mooie tijnt. Wow, ja, ziek. Wist jij dat, Milan? Dat is dus gewoon een Nederlands woord, hè? Tijnt. Ja, dat is een hele mooie tijnt. Ja, want een tijnt is een gelaatskleur van je huid, zeg maar. Ja. Of, ja. Maar dacht je dat want je was bij... het was? Nou. Nee. Maar van wie moet ik het dan hebben? Ja, dit. Ja, we zijn allemaal achterlijk hier aan tafel, dus... Nee, maar ik wist dat niet, dus ik vind het interessant dat oma dat wel weet. Deze is voor jullie. Kijk eens. Gefeliciteerd met jullie jubileum. Oh, leuk. Dankjewel. Hey, 60 jaar. Even gauw een foto. Ja, ga hier zitten. Oh, snel foto voordat hij uitgaat. Het is met eindknal. Naar Milan kijken. Niet voor je. Ja, ik wil een foto maken over die tijd. Oh, ruikt al zo lekker dit. Oh, wacht, dat staat er ook op, ja. Oh, dit is wel leuk. Wacht, oma. Oma. Oh, mijn god. Nou, je ziet het nog net. Oma, zag het geen eens staan op het bord. Niet eens gezien. Ja.
Oh, kijk. Je hebt net een nieuwe bril, hoe kan dat? Zo gauw! Wat gauw? 60 jaar! Ja. Ja, kijk, 60 jaar, dames en heren. Oh, wat leuk! Ja, heel smakelijk. Kijk wat ik heb trouwens. Echt fantastisch, zo blij met dit ijsje. Kijk dan, lijkt heel erg op mij. Ik heb die raam veel weer open moeten doen. Hey! 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 Bro, je had niet door dat hij erin stond, hè? Ja, ik ben weer thuis, dames en heren. Het was echt super gezellig. Samen met mama en met Milay en Elisabeth en opa en oma en Milan. En Myron was echt serieus hartstikke gezellig. Dus lekker gegeten, lekker gekletst. En nu ben ik weer thuis. En het is ongeveer 11 uur in de avond, geloof ik. Dus dat is wel netjes. Voor 12 uur nog thuis. Hele dag weg geweest. Ja, hele dag weg geweest. Dus helemaal top. Super dagje. Ik ga nog heel even denken een potje Fortnite doen. En dan ga ik lekker slapen. Als jullie nou een leuke Fortnite video willen zien, dan zou ik zeggen check even mijn gamekanaal. Want ik heb mijn eerste Fortnite video weer geüpload. Dus de link staat in de beschrijving. Thanks allemaal voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even dat duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.